Oké. Ja. Ja, normaal gesproken moet je daar dik veel geld voor neerleggen natuurlijk. Maar dit is... Ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers op Paul Robin. Zullen we Peanut Jones even bellen? Ja, laten we dat doen. Dat is wel een momentje, hoor. Ik wil hem eigenlijk nog wel een keer horen, ja? Van Paul Robin. Zo ontzettend mooi. Paul Rabbering is de wink op 3FM. Pina? Ja? Met Koen en Sander. Dag Koen en Sander. Hallo. Hallo Pina. Hallo. Hi, Erwina Hoogendijk, hè? Ja, klopt. Maar Pina Jones is je internationale artiestennaam. Nou, ik wil niet meer bekend worden. En die jingles die ik maak, eigenlijk meer hobby. Want ik vind het niet echt zo geweldig zing. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, ja, precies. Maar waarom dan eigenlijk? Omdat je het leuk vindt om te zingen? Of... Nou, ik vind het leuk om die rijmpjes te maken en zo, slagzinnetjes. En in jingles hoor je vaak dingen die rijmen. En ja. Probeer ik iets leuks voor elkaar te krijgen. Nou, is mooi dat jij zo'n beetje voor de hele wereld al jingles hebt gemaakt. Ja, maar ja. Wij waren een beetje de dans ontschoten, hè? Ja, nou, ik luister natuurlijk altijd naar Jeroen van Inkel. Oh, ja, dat is ja, een stuk beter natuurlijk. Maar toch heb je voor ons... Heb je voor ons ook wat gemaakt? Ik ben heel benieuwd. Nee, maar ik snap het wel. Ik vind Jeroen van Inkel namelijk ook een hele leuke... Ja, help dit die binnen... Maar waarom heb je dan toch inderdaad voor ons dan een jingletje gemaakt? Terwijl eigenlijk nooit daar was... Nee, iemand wees me erop dat jullie dat hadden gezegd in de uitzending... van dat jullie geen jingle hadden. Ik vind het toch wel sneu. Ga toch even luisteren en even wat maken. Goed, ja. Dank. Nou, ben je er klaar voor, Sander? Want ja, eentje... ik heb ze nog niet gehoord, hoor. Eentje voor mij en eentje voor jou, hè? Dus ja. We beginnen met die van mij. Komt-ie aan. Pina Jones. Wat kan je nog het beste doen? Luisteren naar Sander en Koen. 3FM. Ah, ja, mooi. Ja, het is rijmelerij van... Dit is de bovenste plank, hè? Het komrij hangt aan de andere kant al. Nou, dan komt hij voor jou. Ik luister als geen ander naar Koen en Sander. 3FM. Deze jingle werd verzorgd door Pina Jones van PinaJones.com. Ja, zit een beetje reclame bij. Dat moeten we even afknijpen, ja, als we het hier op het gaan opnemen. Hé, hey, Pina, tot slot, dankjewel. Kan je ook gewoon, want als je echt groot bent, kan je ook improviseren. Als ik nu zeg, kan je nu ter plekke aan de telefoon een jingle van Paul Stoel maken? Nee, ik weet het leuker. Oh. Als jij nu een jingle maakt voor Beam Buis... Beam Buis. Dus de nieuwslezer straks, over een paar minuutjes gaat hij het nieuws doen. Want we hebben nog even een paar reclame dingetjes tussendoor. Die nemen we dan even op en dan kunnen we die dan straks gebruiken. Ja. Is goed. Kunnen we het nu even improviseren? Beambuis. Ja. Ja. Oké. Okay. Take it to the bridge. Met Beambuis, het nieuws in je huis. Nou, kijk eens. En dan moet je zeggen, 3FM. Nog een keer? Ja. Ja. Met Beambuis. Nou, wat is En je moet iets meer zingen met Beambuis. Met je kenmerkende mooie stem. Ja. Met Beambuis, het nieuws in je huis. 3FM. Ja, top, top. Nou, dat zal hij leuk vinden, hoor. Dankjewel, hè, Pina. Doeg. Hoi. Hoi.